Hey. Daar zijn we. Dat is het. Hey, wat heb jij een gekke tekst hoe dan trouwens? Ja, jij. Hey. Trouwens. Ja, dit is geen normale tekst hoe dan. What the fuck? Nee. What the fuck? Oh, what the fuck? Waar zijn we überhaupt? Huh? Hey, wow! Hey, jongen! Oh, de lange lokken van Jonas! I've missed your face. Mwah. We zijn jouw basis ingerend op Fjorden en toen waren we hier. Dat is Gen 2. Ja, in Gen. Ja, sorry. Ja, welkom bij Gen 2. Hallo. Hey. Ja, maar dit is wel... Heb je dit een maand lang gebouwd? Jamie, dit heb jij me geleerd, hè. Met zo'n... Hoe dit? Zo'n geraamte waar je doet op plakken. Ja, ik snap je idee, Joost. Maar... Ja, is dit een maandje. Hoe lang ben je? Ja, het is wel oké, weet je. Je hebt wel oppervlak. Het is oké, oppervlak, je weet. En, ja. Oké, ik moet zeggen, ik heb die denigrerende gedacht niet gemist de afgelopen 2 maanden, hoor. Ja, ik ben blij dat ik je weer zie, want we zaten net een alliantie en dan verlaat je mij in één keer, man. Mafkees. Ja, dat was niet bewust. Ik werd gewoon weggebeamd. Ik was hier en ik kon niks doen. Ik heb nog geprobeerd met jullie contact te zoeken. Heb je dat niet gehoord? Nee. Nee. Ja, we hadden de gate opgeblazen van je hok, want we dachten, ja, nu is het mooi geweest. Want we hebben best wel veel vuur op Fjorder van... We zijn keihard verraden op Fjorder. En toen dachten we, ja, het wordt nu echt tijd dat we Joost even erbij gaan halen. We hebben hier gewoon je gate opgeblazen, want we wisten allebei niet waar je was. Want ik dacht dat je met Jamie was en Jamie nog niet met mij was. Ik vind het wel mooi dat jullie echt gewoon een goede maand, misschien wel langer over hebben gedaan om te checken of ik überhaupt nog leef. Ja, weet ik wat je allemaal doet achter je deurtje. We in the blue side, dit is de good side. Hier lopen alleen maar leuke jongetjes, zoals ik en maten van mij die hier beneden wonen. Wat, er zijn meer mensen hier dan? Oh ja, zeker. Nee, er wonen nog allemaal mensen hier. Oh, what the fuck. Oké. Maar je moet gewoon niet naar de paarse kant gaan, zeg maar. Het is een beetje, ja, weirdo. Oké, maar je zegt dus dat de rechterkant van de map is veilig. Althans, ja, dat is hoe ik het ervaar. Ik bedoel, ik ben al die tijd hier geweest. Ik ga het zeepje maar, even oprapen. Nee, step bro. Ik heb mijn portal nog aanstaan waarschijnlijk niet. Oh, wat chill dat we een tech hebben. Ja, oké, okay, Joost. Yeah, we talk to you soon. Oké, hey, goodbye. Yo, yes. Doei. Ja, yeah, good to see you. En deze keer niet meer zo lang weg blijven. Nou ja, en blijf hier. Same to you. Yes, oké. Okay. Doei. Ja, let's go. Doei. Daar gaan we drop, Jamie. Denk jij wat ik denk? Ja, ik ga direct, jongen. Mega tech basis incoming, Magi. Ja, joh. Oh yeah. Oh yeah. Ik zit achter een boom vast, dat heb ik altijd. Oké, waar ga je heen? Ik ga naar... Fjorder eerst. Ah, yeah. We hebben ook nog die Alliance base, die moeten we ook nog even checken. Ja, ik weet, maar ik heb even heel veel meer andere dingen te doen at the moment. Zo, Jonas is back, Gen 2. Wie daar? Ik moet hier even een mooi base locatie vinden, ik moet even heel veel spullen meenemen, maar... Voordat ik dat ga doen, wil ik eerst even dino's meenemen, ouwe. Dino's die ik kan gebruiken om te breeden. Misschien wel blueprints. Even wat spullen veilig stellen wat ik hier op Fjorder heb. Kan ik in de island neer gaan leggen. En eventueel later in de Fjorder. Ik heb een element nodig voor deze techsuit hier. Huh, wayo. Oh nee. Oké, laten we even kijken wat we allemaal hebben. Balbami. Oh, no. Die laten we lekker staan, Balbami. Ik heb in mijn livestreams nog trikes getemd trouwens, die ik aan het temen was. 42 HP staat. Dus dat is nice. En dus als je die livestreams niet wil missen, moet je ook gewoon even gaan naar www.twitch.tv/James. Die link zit in de beschrijving. Volg me ook daar, mensen. Let's get it, man. De blueprints zijn belangrijk. Heb ik hier nog blueprints die ik weg moet leggen? Kan ik ergens op filteren? Zo ja, die zadels. Ik heb op zich wel betere zadel blueprints in de andere maps ook nog liggen. Compambow is ook niet zo goed. Ja, mijn vlak om mijn andere wereld is ook... Veel beter eigenlijk. Heb ik hier blueprints die ik nodig heb? Laat ik gewoon alle Ascendum blueprints meenemen, I guess. Kan ik dat filteren? Ja, weet je wat? Hoppa, ik heb alle blueprints. Yeah, epic. Die ga ik allemaal wegleggen. Doei. Have a great time. Bye bye. Dan is dat in ieder geval veilig. En even een paar kruienpotjes neem ik mee voor wat dino's die ik nodig heb. Ik wil gewoon even wat breeds door gaan zetten. En ik wil vooral echt de Shadow Mains doorzetten. En de Tuzo's en de Basilo's, dat is eigenlijk ook wat chill. Maar dan moet ik even kijken wat ik daar allemaal heb staan met deze basis. Hier kan ik eventueel nog even de Giga meenemen. Ik weet dat deze Giga's betere stats hebben dan de Giga's die ik heb op de island. Dus laten we die maar gewoon even meenemen voor de breed. Rotti, Kip, Special. En dan hebben we nog... Wow, ik moet even een spyglass hebben, ouwe. Dus schiet echt voor geen ene centimeter op. Snol. Snolletjes kan ik ook nog een keer doen. En Mewings moet ik ook nog hebben. Ja, ik moet van alles hebben. Snolletje. Even kijken. Rotti, Kip, Special G. Die moet ik hebben.
Die heeft 38 in damage. Dat is de male. En hebben we nog een female giga dan? 22, 39 female. Uit. Top, top. Dank u, dank u. Dan hebben we die dingen. Dan moet ik even kijken. Nog meer. Die laat ik hier staan. Die giga. Daar hebben we ook niet meer echt dino staan. En ja, ik kan de snolletjes nog een keer meenemen. Die kan ik misschien eventueel nog een keer een betere van temmen. Ik weet niet. Maywings. Die tem ik ook wel een keer beter. Want ze zijn ook zwak. Fire Wyverns. Daar heb ik honderdduizenden eitjes van liggen. Dus zal goed zijn. Kip Special G. Ga ik hier even snel checken. Bam, 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 bam. Want hier heb ik wel wat dino's staan. En dat zijn vooral de Shadowmanes die ik wil hebben, gek. Die. En dan moet ik even alle female Shadowmanes hebben. Jij. Truske. Truske is legit, man. Truske is een goede Shadowmane. Al die heb ik helemaal geleveld. Alright. De Tuzo's. Male en female. 37 HP male. Uber Tuzo hebben we hier. Oeh. 39 heeft die. Nou, dan nemen we Uber Tuzo mee. En dan wil ik de buzzies eigenlijk ook nog hebben. Male en female. 34 HP is dat. Op zich al waard. Alleen ik heb geen kruienpots hier meer volgens mij. Nee, die moet ik nog even snel pakken. De Andrew Sukes. Oh, die moet ik eigenlijk ook wel meenemen. Oh my god. Ik heb eigenlijk te weinig kruienpots bij. Scheiße. Wesilo's, kom maar door. Oké, ik heb Tuzo's, Bezilo's. Dan moet ik eigenlijk de Andrew Sukes nog hebben. En dan ben ik tevreden. Ik denk dat ik gewoon even één Shadowmane uitgooi dan, boeien. Ja, deze kan gewoon weg. Blijf maar lekker staan. Dan heb ik hier een Andrew Sukes female. 34 HP staat. Deze 41 HP staat. Dat is nice. En dan deze male, I guess. Ja, volgens mij hadden we nog helemaal geen goede male. Let's go. Let's go. Op naar de island. Dan kan ik meteen even al die spulletjes droppen. En dan gaan we gewoon even lekker een dikke vette basis neerpompen op de nieuwe Genesis 2 map. Let's go, man. Dat is als ik. Oh, tyfus, man. Oh. Goedemorgen, goedemorgen. Mijn zon is shining. We zien te wieder daar in de island. Ja hoor, lekker bezig. Ik moet even... Deze dino's wil ik meteen in mijn propagator mikken eigenlijk. Ik heb twee propagators. En mij lijkt het heel tof om dus de Shadowmane een goede stad te geven. En voor de rest... Oh, hallo, jeetje. Voor de rest moet ik even kijken welke dino nog meer. We kunnen ook de stegels nog een keer veel hoger maken natuurlijk. eigenlijk is dat wel barbaars als ik dat ga doen, hè. Ik mis Shadowmanes. Oh nee. Oh nee. Is dit het echt? Ik weet niet. Nou, prepare dinosaur breeding, start breeding. Mutation 2. Oh, ik heb er zo hard gemist, ouwe. Oh, chill, chill. Start breeding. Lekker, man. Nou, dan zijn we Shadowmanes aan het kletsen hier. Ja, dan moet ik eigenlijk meer propagators hebben. Ik heb daar nog één propagator staan. Ik kan... De waterdino's wil ik sowieso nog muteren, maar dat kan nog niet. Want... Of ja, kan wel, maar dan moet ik meer propagators hebben die ook bij het water staan en zo. Nou, als ik hier even die dingen in doe, zoals die Bezilo. En dan even die giga... Ja, die giga kunnen we op zich wel doen. Duurt wel wat langer, maar kan wel. Ja, fuck die giga's. Ik denk dat ik voor de Andrew Sukes ga, eerlijk gezegd. Laten we de Andrew Sukes gaan muteren. Hey, hij heeft een HP mutatie erbij. En een damage mutatie. Maar deze damage is niet goed. 49 HP zitten nou. Top. Laten we deze uitkomen. En het is een female. Helemaal mooi. En die Endosuchus wil ik alleen op HP muteren, man. Ik wil die Shadowmanes eigenlijk op damage en op HP hebben. Want Shadowmanes op damage kunnen denk ik ook best wel ziek, man. Zijn eerlijk gezegd. En dan hebben we hier deze unit. Zetten we even... Ja, hier zijn de stegels nog bezig. Maar hier nou even de Endosuchus in doen. Dan krijgen we even een andere breed krijgen. Let's go, let's go. Kijken we hier meteen iets goeds uit krijgen. Ik weet niet of ik nog meer propagators heb in een vulkaan of zo, maar checken we nog wel. Ik moet voor nu eerst even op Gen 2 even die baas helemaal fixen, man. En jij hebt een mutatie op food. Nice, daar heb ik helemaal niks aan. Laten we daar gewoon lekker lopen en dan zien we vanzelf allemaal wel gebeuren, weet je wel. We gaan even de blueprints wegleggen, hele inventory leegmaken en dan let's get it. Ik denk dat ik gewoon even een nieuwe blueprint val neergezet, eerlijk gezegd. Wat ik nodig heb, even wat setjes om mee te nemen. Tak, tak. Tak, 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 tak. En dan mis ik alleen nog handschoenen. Tak, tak, mooi. Deze broeken zijn echt niet normaal, ouwe. Fucking capped. Good to see that. Yeah. Ik weet niet of dit beter is dan... Sommige dingen zijn volgens mij slechter dan dat ik had, hoor. Ik weet niet. Interesting. Moet sowieso nog even wat betere blueprints fixen af en toe met sommige dingen. Map broodjes heb ik even nodig. En even de standaard raid dingetjes, weet je wel. Hier heb ik ook nog keiveel eitjes. Ik weet niet wat ik allemaal heb, man. Al die kibbels ook nog. Rhino's, fertilize, giga eggs. Ik weet het allemaal niet, man. Ik moet knetterveel materiaal hebben. Dat weet ik wel. Ik moet in ieder geval even een replicator hebben. Die? Tak, replicator. Zo. Forges. Forges heb ik.
Een tech generator moet ik hebben en wat turrets. 9, ja, er zijn... er zijn S-plus dingen, wacht. Laten we hier gewoon even wat turrets maken, 20 stuks. Even kijken, hoppa, die maken, tjak, tjak, tjak. En dan moeten we die tech turrets ook nog even volle bak. Oké, dank u. Dan moeten we nog even... transmitter. Dan kan ik in ieder geval even heel makkelijk transferen en shit, weet je wel. En dan denk ik gewoon even wat foundations. Heb ik nog tech foundations shit? Bruh, ik moet ergens nog tech foundations hebben, toch? Ik heb die dingen zoveel gebruikt. Of ik heb echt letterlijk alles opgemaakt, dat zou ook kunnen. Ik weet niet. Replicator, ja nee, dit is ook allemaal niet, hè. Select recipe. Zullen we even tech foundations doen? Hoezo heb ik geen 100 element om te poelen? Ik heb 100% 100 element om te poelen, ouwe. Hoe nou? Ah, oké. Okay. Nice. 100 tech foundations en dan willen wij ook nog even 100 metal foundations hebben. Oké, 100 metal foundations en dan willen we nog even heel veel double doorframes hebben. Tech double doorframe, nou laten we daar even 500 van maken of zo. Poel, oh. Oké, 500 tech double doorframes en dan willen we nog even heel veel metal double doorframes. Oké, die hebben we ook. En dan willen we nog even heel veel cliff platformen hebben. Die kunnen denk ik ook wel van pas komen. Right, en dan zijn we nou denk ik wel ready to go, right? Een paar bullets mee en voor de rest, ja, ik kan altijd op en neer TP. Ik moet even wat bedden hebben nog. 3, 4, boeien. En een vault is misschien wel handig extra om daar even neer te zetten, weet je wel. Oké, vaults en wat moest ik nog meer hebben? Cryo fridge. Oké, dan neem ik alleen nog even heel veel metal mee en cement ik pees zodat ik daar ook gewoon dingen kan craften, weet je wel. Pak die weer allemaal stront op, dat wil ik helemaal niet. Oké, nou zou je het niet meer moeten doen in ieder geval. Zo knetterveel materiaal, jongen. Echt niet te doen. Holy shit. Oké, let's go. We zijn ready. We gaan terug naar Genesis 2 om daar even een mooi plekje uit te zoeken. Good morning, Ark Genesis. Waar gaan we wonen? Wat is een mooie plek. Ik ken deze map helemaal niet zo heel goed. Ik heb dit ooit een keer modded gespeeld. And that's about it. Dus ik denk misschien op de rand of zo, ergens een hoek. Liefst wil ik in een pilaar, op een pilaar of zo wonen. Want ik wil een keer flyer dino's kunnen breeden in plaats van dat ze niet kunnen bewegen in een cave, weet je wel. Dus liefst wel buiten, niet in de grond, mooi in die open. Anders misschien daarop of zo, dat kan ook nog. Daar op de rand heb je ook een vlak gedeelte. Ja, water. Water is ook wel chill om te hebben eigenlijk, of niet? Aan de ene kant het regent gewoon, dus... En ik heb gamma weer aanstaan. Is het nou niet te licht? Jimmy, zet gamma uit. Het is veel te licht. Ik zie niks. Het is ook nooit goed bij jullie, man. Hier kan je wel iets mee. Hier kun je inwonen, ouwe. Hier kun je opwonen. Dit is wel echt een uber-pilaar, trouwens. Een natuurlijke pilaar is ook al mooi. Het is wel dicht bij het midden. Dat is ook sick. Hierboven is het vlak. Waar ga je wonen, Jimmy? Dat zijn ook allemaal dingen. Zou ik gewoon hier doen? Fuck it. Zou ik dit gewoon doen? Hier op de pilaar, daar zit je mooi hoog. Mensen kunnen er niet makkelijk bij. Je kunt gewoon iedereen kapot maken, gek! Easy. Laten we dit gewoon doen, fuck it. De pilar base. Kan ik hier gewoon allemaal van deze platen zo? Wat de status hiervan? Kan ik gewoon... Ik wil wel hier in het midden ook kunnen bouwen, zeg maar. Snap je? Waar heb ik daar? Waar, ik heb cliff. Kan ik die cliff niet hier plaatsen? Moet ik van die driehoekige foundations hebben misschien? Oké, maar ik kan het ook gewoon zonder driehoekige foundations doen. Doen we gewoon zo. Misschien is driehoekige foundations wel nice. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. En hier ook wel 1, 2, I guess. Fuck. Ja. Nee. Ja. Ja, nee. Ja, we moeten driehoekige foundations hebben. Shit. Wacht, dat kunnen we maken. We hebben tech replicator hier. Even deze dingen inmikken. Boah, die even erin. Klaar maar. Ik pak even deze dingen allemaal op. Begin even opnieuw. Ik wil ook de foundations om en om neerzetten, eerlijk gezegd. Oh, en dat wordt één massieve basis, jongen. Een paalbasis. Dit is een basis die ik nog nooit eerder heb gemaakt. Maar ik ben benieuwd hoe dit gaat worden. En dit is op zich, denk ik, wel een goede plek, hoor. Want volgens mij is het vooral gewoon allemaal vlak hier. En verder niet echt interessante dingetjes. En als je deze goed in de hoogte bouwt, ik denk oprecht dat het moeilijk reedbaar is, I guess. Kunnen ze niet van die zomaar met stego's hier komen sokken, weet je wel. Sokken. Sokken. Dus het is even gewoon een investering in tijd dat we deze goed hebben staan. En dan, ja, dan is het gewoon een frik iedereen, jongen. Dan maken we iedereen kapot, gek. Oké, okay, even alles om en om neerzetten. En als we hier dan weer zo'n driehoekige doen. En hier, hier ook al. Hier kunnen we nog een ding erbij zetten. Maar dit klopt niet. Dit gaat te ver of zo. Moet ik er nog eentje bij zetten dan? Dat lijkt ergens op. Ja. Dan moet ik hem nog eentje verder zetten. Deze komt veel dichterbij. Waar? Ik zet hem eentje verder neer, denk ik. Oh, wacht. Wat ik nou doe, dat kan helemaal niet. Shit. Ik moet vanuit het midden uitbouwen met alleen maar driehoekige foundations eruit dan. Ah, ja, dat moet. Oh, wacht. Dit gaat helemaal niet.
Waar ben je mee bezig, Jamie? Dus gaan we gewoon voor een vierkante doos. Dan kan ik eventueel de zijkanten nog een soort van uitbreiden met de driehoekig of zo. Maar laten we eerst gewoon beginnen met vierkant vanuit het midden. En dan zien we wel hoe ver we komen. Alleen het probleem is, ik moet wel een soort van hier beginnen. Omdat hij moet overlopen in de cliff. Dit is nou wel helemaal bedekt, dus de ene cliff is genoeg. Nice, en dan zetten we hier wel metal foundations eromheen. Hier klopt iets niet. Hier is iets heel anders gegaan, man. Oké, en kunnen we nou nog een laag eraan maken? Ja, we gaan het gewoon even proberen. Moet even zorgen dat deze baas gewoon goed gebouwd gaat worden, man. Eerlijk. Wat ik nou wel kan doen is... Oh nee, die hoekjes gaan niet, hè. Dat is een heel andere koek. Ik denk dat ik hem nou maar een soort van af ga ronden, I guess. Even kijken hoe ver we kunnen komen, zo. Hier is 1, 2, 3, 4. Dan wordt dit de basis. Damn. Oké, best ziek. Nou, kom ergens. Ja. Oh, lekker man. En dan hebben we ook gewoon de hele oppervlakte hier wat te kunnen gebruiken. Een paar dingen steek hier wel doorheen. Maar ja, het is wat het is. Dan zeg ik meteen even een generator. Wat is slim. Wat is wijsheid. Ik denk dat ik die best gewoon hier even in de midden neer kan zetten. Right. Mijn replicator zet ik ook even neer. Dan moet ik ergens crafting maken of zo. Wordt hier crafting area? Ik denk het. Zal wel goed zijn, toch? Nou, komt hier crafting. Pop, hij mag niet door de muur heen steken. Daar hou ik niet van. Hij kan nog wel een stukje naar achter. Ja, het is niet de grootste basis, weet je. Het kan allemaal veel groter, maar misschien hou ik dit wel gewoon even voor het begin. Ik denk dat dit gewoon moeilijk reedbaar is, weet je. Oh, dat is ook niet goed. Zo moeilijk eigenlijk een tag replicator neerzetten. Nice. Nou, dit ga ik wel gewoon helemaal dicht bouwen met dus de normale muren. Maar ja, die moet ik ook nog even allemaal craften. En ik weet niet of ik tag walls gebruik of normale walls. Zeg maar gewoon metal. Kan allebei, kan mix doen. Maar ik weet niet, ik denk dat metal toch beter is als wal of zo. I guess, ik weet niet, man. Ik doe wel de tech double doorframes en de metal double doorframes een beetje mixen. Moet even kijken. Maar laten we even beginnen met een paar turrets om even onze veiligheid voorop te zetten. Oké, dan moet ik even één touch hebben voor een transfer tooletje. En dan kunnen we even alle kogels erin mikken en dan wordt het knallengek. Ik denk ook niet dat mensen het echt gaan merken of zo dat ik hier gezet aan het begin. Want wie komt hier nou? Wie komt hier nou boven in die toren, weet je wel? Dit is echt een goede verstopte plek. Oh, dit. Personal Instant Advanced Rifle Bullet naar Heavy Turret, Transfer, Range High, Copy Settings to All Turrets in Range. Nice, dan hebben we dit ook staan, mooi. Moet ik mijn bedjes nog hebben? Simpel bedden kan ik hier spannen, mijn transmitter. Ja, waar ga ik dit neerzetten? Ja, het is voor nu maar gewoon even dat het er staat eigenlijk. Dit moet ik even heel hoog in de hoogte uit gaan bouwen, dus ik moet even goed wat large walls craften nog. Ik denk wel dat ik gewoon van tech maak, man. Tech is wel cool. Ik wil een tech basis hebben. Een tech metal basis. Misschien tech force field walls ook nog of zo. Ik weet niet. We gaan het even fixen. Maar dat moeten we even allemaal in de island nog doen. Ik maak in ieder geval mijn inventory even leeg. Even kijken wat ik nog meer allemaal bij heb. De forges, ja, die moeten ook nog even ergens kwijt. Maar ik denk dat ik die beter op een aparte verdieping of zo neer kan zetten, man. Transmitter, die moet ik sowieso even hebben. Maar eigenlijk wil ik die transmitters wel op de hoek hebben, man. Alleen wel dik. Oké, beam. Dikke laserstraal. Gek. En mijn bedden. Nou, dan staat het allemaal. Dan kunnen we in ieder geval op en neer transferen. En even deze baas easy uitbouwen. Kijk. Thanks voor kijken. En ik zie jullie graag weer bij de volgende video. Let's go. Ark Genesis 2. It's coming. En wie weet wat er nog meer allemaal aangekomen. Ja.